Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? Theater Terra brengt de sprookjesachtige wereld van Sneeuwwitje naar het theater. Er was eens een prinses. Zo klinkt altijd het begin van de allereerste zin van dit sprookjesverhaal. Op een dag in haar kasteel vertelt de toverspiegel aan de koningin dat niet zij, maar prinses Sneeuwwitje de mooiste van het land is. Gisteren zei je nog dat ik de mooiste was. En niet Sneeuwwitje. Help eens zeventje, want ik heb de allergrootste goudklomp gevonden. Sorry, primo. Vraag het de anderen maar. Die kunnen toch alles veel beter vinden ze zelf. Sneeuwwitje moet de bossen invluchten. Oh, wat gezellig dat je me mee wil nemen, jager. Oh, maar kunt u misschien heel even stil blijven staan? Stilstaan? Maar jager, ik ben eindelijk eens buiten. Daar vindt ze een nieuw leven bij 7 grappige en hardwerkende dwergen. Mag ik blijven? Niet voor altijd, maar voor even mag ik blijven. Want op dit punt van mijn leven heb ik geen eigen plek. De koningin weet haar te misleiden met de betoverde appel. Neem toch eerst een hap. Je zult proeven dat hij echt een centje waard is. Alleen een kus van ware liefde kan haar nog redden. Kijk, dit is echt goud. Als prinses ziet u, zie ik de hele dag door goud. Is ze lief? Is ze aardig? Kan ze paella maken? Ik kan het proberen. Ze mag blijven, niet voor altijd, maar voor even. Ze mag blijven. Als ik koken kan voor 7, dan hebben wij hier plek. Waarom ben ik niet gewoon? Ze mag blijven, tot aan haar vertrek. Ik zal blijven, tot aan haar vertrek. Sneeuwwitje de musical van Theater Terra. Vanaf nu overal in het theater. Er was eens een dwerg. Nou, dat is toch een veel betere eerste zin voor dit sprookje, hè?